Dit programma wordt u aangeboden door Mediamarkt Groningen. Herenstraat helemaal doen we vandaag met Jesse van Mouwijk. Iedereen kent hem. Elke dag kunnen we lezen in het Dagblad van het Noorden. Schitterende strip, al 25 jaar. De strip heet De Rechter. Ik lees hem trouwens, ik lees hem zelf. Elke dag. Nou, zie je zo. Ik begin de krant eigenlijk met die vier strips. Nou, dat vind ik leuk, Piet. Ja, ik denk dat je niet de enige bent. Ik heb zelfs een keer een echtpaar gesproken en die mevrouw zei... Wij krijgen nooit ruzie over de krant, hoor. Want mijn man wil altijd eerst de strips lezen. Echt? En ik het andere blad. Mooi, ja. Maar toch, daar doe je het wel voor, Jesse. Ja, dat klopt. Ja. Alleen voor de lezers. Je hebt het boek trouwens bij je, hè? Ja, dit boek is het... Nee. Eerst even dit. Alles op tijd. Hier, kijk hier, de Kleine Pelsterstraat. Ja, daar is de Kleine Pelsterstraat. Ja, dat kijk nog. Ja. Dat grijze gebouw daar rechts, dat stond er vroeger niet. Want toen ik een klein jongetje was, was er een heel mooi klein huisje. En daar woonden mijn opa en oma. Opa dus, en oma van Mouwijk. Ja, dus daar woonden de vader en de moeder van Kees van Mouwijk. Dat klopt, ja. Dus Kees is bekend, hè? Dat weet je, hè? Jan vader. Hè? Kees kennen heel veel Groningen. Ja, als ze vroeger zijn Kees van Mouwijk, zeiden ze, oh, die van die jaarbeurs. Jaarbeurs Groningen. Oh, ja. Man. Dat klopt. Terug naar het boek, laat hem even zien aan Jacob de Vries, die filmde, en Jan Visser. Ja. Ja, het is zo langzaam een beetje vanzelfsprekend dat Jan de bakfiets duwt. Je ziet ook dat hij er ook elke week beter in wordt. Laat hem zien aan jou. Heb je jou, Jacob, dat boek? Hij oefent veel, dus hij wordt steeds sterker natuurlijk. Hoe gaat het met de verkoop, 25 jaar de rechter? Het gaat heel goed. Mijn vrouw Marleen heeft net die nieuwe boeken naar het Centraal Boekhuis laten transporteren. Ja. Marleen heeft trouwens dit boek helemaal gemaakt, dus het is veel meer haar productie dan de mijne. En om terug te komen op mijn opa en oma, daar las ik mijn eerste strips. Want die hadden in een klein kastje in de huiskamer, hadden die boekjes van Tom Poes en Lucky Luke en dergelijke. En ik kon nog niet lezen, maar ik vond het geweldig. Dus dat was een soort schatkamertje voor mij, dat kastje daar in de Kleine Pelsterstraat. Is daar eigenlijk begonnen? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Toen had je zo'n idee van, dat wil ik ook. Nou, dat misschien nog niet, maar ik was helemaal gefascineerd door die plaatjes. Strips. Ik vond het geweldig. Ja. Hey, dit voor de mensen die het niet weten, dit is natuurlijk wel jouw stad, maar je woont al hoe lang alweer in Canada, hè? Al 13 jaar. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk zo dat die strip van jou, die wij dus dagelijks lezen in de krant, die stuur je elke dag door. Hoe gaat zoiets? Ja, ik mail hem gewoon naar de krant. En daarvoor woonden we in Drenthe. Ja. En of je nou mailt vanuit Drenthe of vanuit Vancouver Island, dat gaat allemaal even snel. Dan wil ik niet meer zeggen dat het vanuit Drenthe zo langzaam gaat. Maar je drukt op de knop en de strip is gestuurd, hè? Dus je kunt eigenlijk je werk vanaf de andere kant van de wereld ook doen, als je alles e-mailt. Hey, toevallig kwam ik te weten dat jij hier in deze periode, ook vanwege dit boek, dat jij in Groningen was. Dus daar moet ik gebruik van maken, hè? Daar moet ik iets mee doen. En vanmorgen heb ik hem natuurlijk met een speciaal idee, extra aandacht eigenlijk gelezen. En ik kijk ook altijd even welk nummer dit is. Ja. 52, 46. En die A, wat betekent die A erachter? Dat betekent actueel, dat is een actuele strip. Oh ja. Eigenlijk heb ik al veel meer strips gemaakt, meer dan 7.500. Ja, want ik las eerst dat jij in 2011 zat je volgens mij op 5.500. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, inderdaad. En ik zit nu op bijna 8.000. Als je dus meer dan 300 per jaar maakt en dan 25 jaar lang, reken maar uit, hè. Maar hoe doe je dat dan met de actualiteit? Ja, als ik 's morgens in Canada opsta, dan zet ik radio1.nl aan. En dan luister ik bij het ontbijt naar de avondjournaal. En ik kan via nos.nl gewoon het NOS-journaal zien. Ik kan de krant allemaal digitaal lezen. Dus dat wil eigenlijk net zo goed vanuit Canada als in Nederland. Weet jij trouwens waar vandaag de strip van vandaag over ging? Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, dat weet je nog wel. Als je me vraagt welke stond er vorige week dinsdag in, dan weet je niet meer. Dat is net als met eten van vorige week. Dan weet je ook niet meer wat je gegeten hebt. Maar het werkt ook niet, Jacob, Jesse, dat je zeg maar een strip een week van tevoren maakt of zo die in de krant komt. Die moet altijd... Nee. Nee, hè? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik kan ze wel maken over kerst of over Valentijnsdag of andere dingen waarvan je het van tevoren weet.
Ik heb ook wel eens een strip van tevoren over de oliebollentest gemaakt. Een paar weken van tevoren. Ja, de rechter werd helemaal groen omdat hij oliebollen moest proeven die een slechte recensie hadden gekregen. Maar die is nou afgeschaft. Dus ja, dat kan ik niet meer doen. AD doet het niet meer. Ik kan geen strips van tevoren haring ook niet. Over haringen of oliebollen testen. Heb jij wel eens negatieve reacties? Nou, een heel enkele keer. Ja? Ja. Maar dat zijn soms ook mensen die een beetje zuur zijn, hoor. Ja. Ik had ooit een strip waarbij een vogeltje tegen het raam was gevlogen en die lag daar voor pampers. En toen liet ik in mijn strip de kat van de buren erop afkomen. Maar de vrouw van de rechter gaf die kat toen een grote schop, dus die vloog door de lucht heen. Ja. En dan kreeg ik een brief van een lezer die vond dat dat dierenmishandeling was. Mm-hmm. Maar ja, in een strip mag dat wel, vind ik. Doe je in een tekenfilm zie je dat toch ook? Ja. Dan vallen ze wel eens in de afgrond. Maar over het algemeen zijn de strips van de rechter ook niet echt chockerend. Nee, ze zijn niet echt cynisch en ook niet echt keihard of zo. Maar moet jij daar niet iets aan doen? Moet jij ze juist niet eens een keer wat scherper maken? Nou, scherp probeer ik wel te zijn, maar een goede grap hoeft natuurlijk niet altijd hard te zijn. Nee. Je kunt ook mild zijn en toch een heel goede grap maken. Hey, vind je? Ja, daar heb je gelijk in. Helaas is hij alweer lange tijd dood, Martin Bril. Martin Bril heeft wel eens gezegd van... ik schrijf 6 in de week, hè, 6 columns in de week. Ja. 6 columns in de week. Ik ben blij als er 2 van de 6 echt goed zijn. Ja, ja, ja. Hoe zit dat met jou? Ja, daar herken ik wel wat in. Ik probeer natuurlijk altijd iets hartstikke goeds te maken. Ja. En als het dan een keer ietsje minder is, ja, dan ben je ook minder tevreden. Heb jij dat al door als jij hem doormailt? Dat je denkt van, nou, dit is hem net niets. Nou, het is wel zo. Soms denk ik, dit is een 7 en soms denk ik, dit is een 9. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo. Ze kunnen niet elke dag precies even grappig zijn. Hey, maar wanneer, Jesse, is een strip een 10? Ja, als hij gewoon hilarisch goed is. Ja. Ja. Ik heb wel eens een strip gemaakt over dat melkpoeder wat gestolen werd uit alle supermarkten. Ja. He, dan teken ik een moeder die dan met haar boodschappenwagentje met een jongetje van 2 erin naar een leeg schap keek. En dan riep ze, helemaal geen melkpoeder meer. En zei het jongetje, krijg nou tieten. Maar merk je dat ook? Ja, dan krijg je heel veel reacties. Ja, precies, ja, ja. Dat bedoel ik. Ik had ook een strip gemaakt over de gevangenis in Zwolle. En daar stond bij, het personeel zingt voortaan iedere ochtend de gedetineerden toe. Ja. En dan zag je dat er gezongen werd, hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, 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 ben je ja, voor ja. het eerst hier of ben je al bekend? Ja. Nou, dan krijg ik heel veel reacties. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat was ook vanwege het eclatante succes van de luizenboeren. Precies, ja, iedereen vond het heel grappig. En zeg maar, dat is ook weer vergelijkbaar met column schrijven. Hè? Soms ga je zitten achter zo'n computer en je tikt hem in een kwartier of 20 minuten hem weg. Hè? Dat klopt. En is dat bij jou ook zo verschillend? Ja, toevallig had ik dat vanmorgen. Oh. 6 strips achter elkaar geschreven. Echt? En die staan deze week in de krant, want die gaan over het feit dat er steeds meer Engels en steeds minder Nederlands wordt gegeven op de universiteiten. Dus dan heb ik ineens een inspiratie. Hè? En dan schrijf ik die teksten achter elkaar door. Maar het kan ook wel zo zijn dat ik de halve dag aan het zoeken ben. Ja. En dan gebeurt er niks. En dan op laatst heb ik wel weer iets gevonden. Ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe vul je dat op dan? Loop je door de tuin? Of hoe doe je dat dan? Ik kijk vooral uit het raam. Ja? Ja. Dat zei ook ooit een Amerikaanse tekenaar. Die zei, het moeilijkste deel van mijn werk is mijn vrouw ervan te overtuigen dat ik aan het werk ben als ik uit het raam kijk. Ja. Is jouw vrouw ook de eerste die hem altijd leest? Ja, dat klopt. Mijn vrouw is de eerste die ze leest. En als jouw vrouw nou zegt van, nou Jesse, dat gaan we niet doen, dus niks. Dan doe ik hem niet. Nee? Nee. Doe je niets? Nee, zeker niet. En dan bedenk ik wat anders. En dat is dan ook altijd beter. Ja. Dus het is ook goed om op die manier een soort eindredacteur te hebben. Ja, 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 ja. Maar mijn vrouw is ook de zakelijk leider van ons bedrijf. We hebben samen een bedrijf, we geven onze boeken zelf uit. Ja. En ik ben niet zo zakelijk, maar mijn vrouw die regelt alles. Ja, ja. Dus zij is zeg maar de manager van Jesse Cartoons en ik ben de creatieve manager. Hey, wat maakt nou iemand tot een goed cartoonist? Nou, hij moet leuk zijn en hij moet, wat hij zegt, moet waar zijn. Ja. Dus je moet op de een of andere manier de spijker op de kop slaan. En dat is eigenlijk niet uit te leggen hoe of wanneer. Maar ja, dat heb je als je die tekst klaar hebt, dan voel je gewoon dat het goed is. Net als iedereen in zijn werk dat wel even denkt, dan voel je dat je het goed gedaan hebt. Ja. Ja, dat heb ik ook altijd. Als ik er terugkijk, dan denk ik, ik had net over 2 in de week. Maar ik vind het eigenlijk nooit echt klaar of zo. Ik denk, oh man, oh man, oh man. Ja, precies. Maar ja, misschien ligt het anders bij jou, hè?
Dat weet je niet. Dat gaat bij mij altijd door, 6 keer in de week. 6 keer in de week, ja, omdat je net zei, ik heb de 6 achter elkaar gemaakt. Dus die periodes moet je ook mee hebben dat je gaat zitten en dat ze er gewoon uitrollen. Ja, maar dat zijn dan de teksten. Ik teken ze niet alle 6 op één dag. Nee, ik moet daarna wel weer gewoon verder. Jan Visser kende jij al, hè? Ja, Jan Visser, die ken ik al. Oebelenbrouwer, ja, officier van justitie. Mooi, man. Want hoe het ook bent of keert, ik zeg het nog één keer weer, prachtig is dat om dat te kunnen zeggen. We hebben het over Canada, we hebben het over nationaal, we hebben het over internationaal. Maar we gaan er toch maar vanuit dat dit ook jouw stad is, hè Jesse? Ja, zeker. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Mijn ouders zijn hier geboren en opgegroeid. En beide grootouders hadden een winkel in Groningen. Van Mouwwijk is. Ik kan nou ook weer signeren bij een boek aan. Ja, nee, natuurlijk. Dat vind ik ook mooi. Geef me de hand, vriend. Ja. Ik ben zaterdag bij Van der Velde aan de Grote Markt. Oh, dan signeer jij? Dan signeer ik dit boek om 3 uur 's middags. En vanavond ben ik bij boekhandel Daan Nijman in Rode. Oh ja, maar dat maakt niet uit, want die wordt donderdags uitgezonden. Ja, maar dan kunnen die mensen direct naar de boekhandel. Oh, natuurlijk, natuurlijk. Toch? Jij kiest in de camera, jij kijkt naar Jan Visser, je kijkt naar Jacob de Vries. Maar vooral in de camera, jij kiest uit... deze vind ik wel leuk. Dirk Jan of Knudder? Dirk Jan. Ja, die kant op. Mooi man. Ja, wat mooi dat hij er was. Hij is er vaak niet, maar nu wel. En daar maakt Heerenstraat natuurlijk gebruik van. Jesse van Mouwwijk.